In dit filmpje ga je zien hoe je haakjes moet wegwerken. 6 keer a plus b kan je zien als lengte keer breedte, oftewel 6 keer a, dit stukje is a en dat stukje is b, dus 6 keer a plus b. Als ik de oppervlakte van deze rechthoek wil berekenen, dan doe ik dus 6 keer a, dat is 6a. En ik wil de oppervlakte van dit stukje berekenen, is 6 keer b, is 6b. Wat is dan de totale oppervlakte? 6a plus 6b. Dus hoe ziet dat eruit? Ik heb dus 6 vermenigvuldigd met a. En ik heb 6 vermenigvuldigd met b. En het antwoord was 6a plus 6b. Nog een voorbeeld. Als ik 2 vermenigvuldig met a plus b, dus in plaats van 6 staat hier 2, dan doe je dus exact hetzelfde. 2 keer a is dan 2a en 2 keer b is dan 2b. Dus hier ook. 2 keer a en 2 keer b. Dat is dus 2a plus 2b. En zoals je ziet zijn hier de haakjes ook verdwenen. Nog een voorbeeld. Ik vermenigvuldig 3 met 2 en 3 met x. 3 keer 2 is 6 en 3 keer x is 3x. Als laatste 6x vermenigvuldigen met 3x plus 5. Dus 6x keer 3x en 6x keer 5. 6x keer 3x is 18x, let op, in het kwadraat. Want je doet 6 keer 3 is 18 en je doet x keer x is x kwadraat. En 6x keer 5 is 30x.